Waggelende filmsterren. Vorige week scoorden ze nog 1,4 miljoen kijkers. En vanavond is deel 2 te zien van de Undercover Penguins. Diergaarde Blijdorp heeft zo ineens filmsterren in huis. Sinds dat de serie nu op televisie is over die penguins, dan merken we wel inderdaad dat er mensen zijn die wat meer vragen over die penguins. Mensen worden er wel door getriggerd inderdaad om wat meer over die dieren te weten te komen. Ja, sowieso hoe ze er al bij staan vind ik al heel grappig om te zien. Maar dat vind ik altijd al bij penguins. Pinguinkenner Gerard Peet weet wel waarom penguins zo'n aantrekkingskracht op mensen hebben. De Rotterdammer schreef 10 jaar geleden de Rotterdamse Penguin-encyclopedie en is al heel lang gek op deze dieren. Die films die nu op tv zijn natuurlijk, die zijn geweldig. En het blijven hele aandoenlijke dieren. Waarom voelen wij ons zo aan? Omdat ze recht overeind staan en onhandig zijn. En nog een aantal van die dingen. Mijn huis staat er nog steeds vol mee. Het grootste deel zit in dozen. De mooiste staan op mijn werkkamer. En ik ben docent op de Hogeschool in Rotterdam. En als ik een kans zie, dan wil ik ook nog wel eens een pinguïn de les in laten vliegen. Ja, ik zie wel een paar filmsterren daar hoor. En wat vinden ze er zelf van?